Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Vandaag hebben wij te gast in de uitzending archeoloog Gerrit Düsseldorp, onderzoeker bij de faculteit archeologie aan de Universiteit Leiden. In 2009 promoveerde hij aan onze universiteit met het proefschrift A View to a Kill, Investigating Middle Paleolithic Subsistence Using an Optimal Foraging Perspective, waarin hij aantoonde dat Neandertalers geen opportunistische aaseters waren, maar formidabele jagers van groot wild. Na het afronden van zijn doctoraat zet hij zijn postdoctorale onderzoek voort in Zuid-Afrika aan de Universiteit van Witwatersrand en vervolgens aan de Universiteit van Johannesburg. In 2017 ontving hij een Vidi-beurs voor zijn onderzoek naar de oorsprong van de eerste bewoners in Zuidelijk Afrika in de late steentijd. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over de stamboom van de mens. In The Origin of Species schrijft Charles Darwin voorzichtig dat zijn nieuwe evolutieleer licht zal schijnen op de menselijke oorsprong. Later in zijn leven tekende hij een schetsmatige stamboom van primaten, met aan een van de loten de Homo sapiens. En hij opperde dat de wieg van de mens in Afrika stond. In de eeuwen die daarop volgen is deze schets uitgegroeid tot een tamelijk complexe filogenetische stamboom met een veelheid aan vertakkingen. Maar deze reconstructie verliep niet zonder slag of stoot. Ook de paleoantropologie staat bol van de Haringse en de Kabeljauwse conflicten. In deze aflevering staan we stil bij enkele van deze conflicten en bespreken we recente ontdekte loten aan de menselijke stamboom. Van de Floresmens die in 2003 werd ontdekt, tot de recent ontdekte Naledi-mens en Denisova-mens. Daarbij bespreken we ook enkele denkdogma's en vooringenomenheden, als ook fossiele vondsten die de reconstructie van de menselijke stamboom bemoeilijken. Gerrit, welkom. Dankjewel. Laat ik beginnen met iets heel anders. Ik zag dat je een paar dagen geleden door nu.nl was benaderd om iets te zeggen over de Lascaux-grotten, omdat die inmiddels 80 jaar geleden zijn ontdekt. Ja, ja. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet van tevoren. Maar dat werd gevierd. Dat het 80 jaar geleden is. Want inmiddels kan je hem ook niet meer bezoeken, toch? De Lascaux. Nee, ik ben zelf alleen in de replica geweest. Omdat de echte kunst wordt bedreigd door een schimmelplaag of infectie. En dus er mag niemand in. Ik geloof 10, 20 mensen per jaar of zo. En verder is het dicht. Maar je zei toen, in dat korte interview, zei je er is heel veel over te zeggen en heel erg weinig. Dat vond ik een mooie tegenstelling. Hoe dat zo? Waarom is er veel over te zeggen en waarom is er weinig over te zeggen? Ja, kijk, die grot laat zien dat onze voorouders 18.000 jaar geleden echt enorm mooie kunst maakten. En het laat zien hoe hun belevingswereld eruit zag, wat voor dieren er rondliepen. En sommige daarvan zijn nu uitgestorven, zoals het reuzenhert. Maar aan de andere kant, alle kunst is symbolisch. En dus de echte betekenis van die kunst, daar kun je alleen maar naar raden. Omdat de makers ervan zijn al 18.000 jaar dood. Ja. Het is wel interessant dat er worden ook een heleboel dingen niet afgebeeld. Dingen waarvan we weten dat mensen die zagen. Dus er zijn nooit plaatjes van de zon of van een tentenkamp of van een kampvuur of zelfs maar van een plant. Terwijl, ja, die moeten ze toch tegengekomen zijn. En die afwezigheid, die zegt wel iets natuurlijk. Ja, die zegt wel dat ze vooral bezig waren met groot wild. Met bisons, met paarden, met rendieren. Waarom? Ja, ze aten die beesten op. Maar als je gaat kijken naar opgegraven botten in vindplaatsen van die periode, dan zijn de verhoudingen van de soorten die gegeten worden heel anders dan wat er op de muren van die grotten wordt afgebeeld. Dus het is waarschijnlijk niet simpele jachtmagie of zo. Dat je de menukaart tekent of zo. Mensen zeggen ook al snel van dat is dan de Sixtijnse kapel van de prehistorie. En je krijgt toch ook al wel snel het idee dat we dit heel makkelijk ook wel kunst noemen. En ook heel makkelijk, als je bijvoorbeeld in de comments eronder leest, hoe makkelijk ook religie daar toch wel bij wordt gehaald. Dat zou misschien dan toch een natuurtempel zijn, waar men dan af en toe samenkwam. Wat moet je met dit soort gedachtenkronkels? Ja, ik ben wel van de religie. Ik denk wel dat deze mensen een soort kathedraal of kapel diep onder de grond maakten. En het is belangrijk ook je te realiseren dat ze helemaal niet in die grotten
woonden. Dus we noemen ze vaak holbewoners. Maar ze woonden hoogstens onder overhangende rotspartijen. Maar deze kunst die is vaak heel diep in de grot, waar geen natuurlijk licht meer doordringt, gemaakt. De archeologische vondsten in die grotten zijn heel schaars. Vaak soms een paar olielampen, wat houtskool, wat oker, een rood pigment dat ze gemaakt hebben voor die kunst. Maar geen gebruiksvoorwerpen of maaltijdresten of weet ik veel wat. En ook als je het vergelijkt met andere samenlevingen die rotskunst maken. Sommige samenlevingen maken nu nog rotskunst. Dat is eigenlijk nooit zomaar graffiti. Dat heeft toch altijd wel een diepere betekenis. Ja, maar die is dus eigenlijk niet achterhalen, omdat we gewoon simpelweg die mensen niet kunnen spreken erover. Nee. En dus de betekenis daarvan ook, daar kunnen we eigenlijk alleen naar gissen. Nee, ja, kijk, als jij volledig naïef een christelijke kerk in zou komen, dan zie je heel veel beelden van een moeder met een kind. Maar als je niet beter weet, dan mis je het hele verhaal over dat het hier om gaat om God met zijn moeder. Ja. Het is gewoon schattig. Hè? Heel aandoenlijk, een moeder met haar kind. Het vertelt het verhaal en wij hebben het verhaal. Ja. Ja, ja. Maar hier heb je natuurlijk inderdaad dat verhaal niet. En het is inderdaad dus ook heel diep, het is echt heel diep onder de grond ook. Ja. Het is niet gewoon een grot, je loopt hem binnen zoals de Mergelgrotten in de buurt van Maastricht. En dan vind je gelijk naast de ingang vind je al tekeningen. Ook bij de ingang zit wel wat, maar het hoofddeel van de kunst is diep in de grot aangebracht. Maar er zijn meerdere van dit soort beschilderde grotten. En er is zelfs onlangs kunst in de open lucht ontdekt. Gravures in een vallei in Portugal. Dus dat betekent niet dat ze alleen maar die kunst diep onder de grond maakten. Maar juist het feit dat ze dat ook doen, doet mij vermoeden dat betekenis had. Ja, en dus toch een speciale plaats was. Ja. Ja. Nou, zijn denk ik archeologen deze zomer extra getroffen door de coronamaatregelen, aangezien vrijwel niemand kon opgraven. Wat heb jij deze zomer als archeoloog? Kon je opgraven? Heb je iets kunnen doen? Nee, ik wilde opgraven op een vindplaats in Zuid-Afrika. Maar de grenzen zijn dicht in Zuid-Afrika, dus ik kom het land niet in. Dus eigenlijk voor het eerst in jaren heb ik de vakantie met mijn gezin doorgebracht en heb ik zelfs mijn eigen verjaardag met vrouw en kinderen kunnen vieren. Wat ook wel eens leuk is. Ja, en voor archeologen eigenlijk een unicum, zeker als je in de zomer jarig bent. En je zei, je gaat op in Zuid-Afrika. Waar in Zuid-Afrika graaf je op? Ik graaf op vlakbij de stad Durban in de provincie KwaZulu-Natal. Dus dat is vlakbij de oostkust in een subtropisch gedeelte. En, en daar graaf je op in een, wat moeten we aan denken? Is dit ook een een grot is een groot woord. Het is een overhangende rotswand. Dus wij noemen dat een rock shelter of een abri. Hè, een soort, net als je bushokje abri. Waarbij je, als het regent, blijft het gebied bij die rotswand in de buurt droog. Dat is een strook van ongeveer 6 meter breed. Dus het is, ja, het is een droge plek in het landschap onder een hoge rotswand. Maar om het een grot te noemen gaat wat ver. Ja, en deze locatie is archeologisch gezien belangrijk. Is daar een bepaalde periode bewoning geweest? En wat voor periode moeten we dan aan denken? De grot is bewoond, dat is voor mij mooi meegenomen. En wel vrijwel constant van 70.000 jaar geleden tot de 19e eeuw. Dus dat is A, leuk, hè? Want ik ben geïnteresseerd in vooral die oude steentijd, dus de periode voor 10.000 jaar geleden. Maar het bijzondere van deze grot is dat die bewoning ook bijna ononderbroken is. Want je hebt wel meer grotten met oude resten, ook grotten met nog oudere resten. Maar vaak zitten er ook gaten in die bewoning van soms wel tienduizenden jaren. En in de grot die ik opgraaf kun je juist door de tijd heen goed vervolgen wat er nou gebeurt. En dan moet ik me voorstellen, niet dat je dus als een soort Indiana Jones met een gouden beeldje daar, die Adrie komt uitgerend, een grote rollende steen achter je aan. Maar hoe graaf je daarop? Hoe gaat het in zijn werk? Het is monnikenwerk. Dus wij graven in hele kleine vakjes op. Mijn werkput bestaat uit 3 vakjes van 50 bij 50 centimeter. En alle vondsten die we doen die groter zijn dan 2 centimeter, die worden in 3 dimensies opgemeten.
met een total station, een meetapparaat. Dus de coördinaten daarvan die komen in een grote database in de computer, zodat we van ieder steentje en ieder botje precies weten waar het zich in de grot bevond. Dus dat gaat heel langzaam. En de grot is, of de vindplaats heeft ook nog een hele hoge vondstdichtheid. Dus in die 3/4 vierkante meter die wij in totaal hebben opgegraven, hebben we nu, ik geloof, 12.000 van die ingemeten vondsten. Wat voor vondsten moeten we dan aan denken? Ja, alles groter dan 2 centimeter. Klinkt vooral, als een helskarwei. Ja. Ik heb wel eens van andere teams gehoord dat die halverwege de opgraving hebben besloten die drempelwaarde op te rekken naar 2,5 of 3 centimeter. Dat is een beetje vals spelen. Maar tijdens de opgraving is dat goed te begrijpen dat mensen die verleiding hebben. Maar het meeste wat we vinden zijn stenen werktuigen. Stukjes steen die afgeslagen zijn van een kern. Ze zien er vaak helemaal niet bijzonder uit. Maar vertonen kenmerkende tekenen van bewerking en gebruik. En de leukste dingen die wij hebben zijn geometrische segmenten, backed pieces, zoals dat in de literatuur heet. En die zijn misschien gebruikt rond 60.000 jaar geleden in het vroegst bekende gebruik van pijl en boog in de menselijke geschiedenis. Dat is een uitkomst van eerder onderzoek op mijn vindplaats, maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij juist in deze vindplaats wel geïnteresseerd zijn. Ja, want inderdaad, met welke vraag graaf je deze plek eigenlijk op? Of doe je een opgraving in die abri? Het interessante is dat in Zuid-Afrika heb je te maken met moderne mensen. Onze diersoort is in Afrika ontstaan 300.000 jaar geleden. En ons kenmerkende modern menselijke gedrag is ook in Afrika ontstaan. Maar het interessante is dat je dat moderne gedrag pas veel later terugziet in het archeologisch bestand dan dat we anatomisch moderne fossielen vinden. Dus onder modern gedrag daar hebben we een soort boodschappenlijstje van kenmerken die we graag zien. Ja. Het maken van kunst en het maken van kralen als aanwijzingen van symbolisch gedrag. En nieuwe manieren van het afslaan van stenen werktuigen en het exploiteren van aquatische bronnen, dus vissen en schelpdieren. Een breed spectrum economie. Ja. Nou, zo is er een hele waslijst aan dingen. En die waslijst die verschijnt eigenlijk later dan de anatomisch moderne mens. Dus het lijkt erop dat je eerst een periode hebt waarin moderne mensen, die er anatomisch uitzien zoals jij en ik, waarin die zich archaïsch gedragen. Nou, en de vraag is, Is dat omdat het archeologisch bestand gewoon niet genoeg detail geeft? Of zit daar daadwerkelijk een tijdsverschil tussen de evolutie van onze anatomie en de evolutie van ons gedrag? Nou, in Zuid-Afrika zie je op een gegeven moment een ingrijpende technologische reorganisatie, waarbij de manier waarop men stenen werktuigen maakt heel erg verandert. Van het gebruik van prepared core technology gaat men microlieten maken. Gaat men hele kleine werktuigen maken die geschacht moeten worden om gebruikt te worden. Want die grote prepared core, dan moeten we eigenlijk denken aan, moeten we dan denken aan een soort van vuistbijl of zo? Van nee, dat is al een stuk verfijnder dan vuistbijlen. Maar dat is een strategie om afslagen te maken, waarbij je van tevoren de vorm van die afslag heel nauwkeurig kan bepalen. Dus ik kan niet vuursteen afslaan. Dus als ik dat probeer en ik ga met een hamersteen rammen op een stuk vuursteen, dan komen er de meest vormeloze afslagen uit. Maar de meeste daarvan, die kun je helemaal niet gebruiken. Nou, op een gegeven moment rond 300.000 jaar geleden, dan zie je dat mensachtige steeds meer controle over die kernen krijgen. Hè? En die prepared core technology gebruiken. Ja, ja. Nou, het interessante daarvan is dat we die prepared core technology, die zien we van Kaapstad tot en met Cambridge. Dus ook Neandertalers hier in Europa gebruiken exact dezelfde methode. De Levallois techniek, gemaakt genoemd naar een voorstad in Parijs. Nou, lang verhaal kort, die prepared core technology die wordt vervangen door microlieten. En in Europa
gebeurt dat ook. Hè? Dat noemen we soms een revolutie in het Paleolithicum. En dat revolutionaire karakter van die reorganisatie in Europa is heel, heel makkelijk te begrijpen. Want Neandertalers sterven uit en die worden vervangen door moderne mensen zoals jij en ik, die een nieuwe technologie meenemen. Nou, wat mij interesseert is dat je in Zuid-Afrika een even radicale technische reorganisatie hebt. Maar daar sterft helemaal niemand uit. Je hebt daar altijd al moderne mensen. En dus ik wil weten wat ervoor zorgt dat ook in Zuid-Afrika zo'n radicale technologische verandering plaatsvindt. En of dat wel zo is. Hè. En het interessante is dat uit mijn opgravingen blijkt dat die reorganisatie wel plaatsvindt, maar dat die geleidelijk plaatsvindt. Dus we hebben een aantal best dikke aardlagen waarbij de oude en de nieuwe technologie naast elkaar voorkomen. En daar zijn we nu dateringen voor aan het doen, zodat we precies weten hoe lang die periode is. En de hoop is dat we dan kunnen kijken, valt die verandering samen met klimaatverandering? Of is het misschien gewoon een modeverschijnsel tussen die mensen, bij die mensen zelf? En heeft het niks met veranderingen in het klimaat te maken? Nou, dat zijn de vragen die ik hoop te beantwoorden. En heb je ook al een vermoeden van waar zou het mee kunnen samenhangen, zo'n technologische omslag? Zou dat bijvoorbeeld kunnen hebben dat deze moderne mensen misschien een nieuwe niche gaan bewonen in het landschap? Of dat ze een nieuwe bron gaan aanboren om te bejagen? Wat voor gedachten heb je daar ook? Toen ik begon dacht ik, het is het klimaat. Omdat die reorganisatie die vindt plaats tijdens de laatste ijstijd. En de laatste ijstijd die gaat op een gegeven moment een vrij instabiele fase in. En het wordt de laatste ijstijd is niet uniform heel koud. Dus je hebt koudere en warme periodes zelfs binnen die laatste ijstijd. Nou, deze reorganisatie vindt plaats in de aanloop naar het koudste deel van de laatste ijstijd. Dus ik dacht, mensen moeten zich aanpassen. Uiteindelijk leidt die klimaatverandering er waarschijnlijk toe dat er andere dieren en andere planten gaan voorkomen en mensen gaan daar wat aan doen. Maar nu heb ik als onderdeel van het onderzoek ook geochemische monsters genomen, waarbij we kijken naar stabiele isotopen. En dan vooral twee vormen van koolstof. Koolstof 13 en koolstof 12. Dat zijn stabiele isotopen, dus in tegenstelling tot koolstof 14, wat radioactief is, hè, wat door de tijd heen vervalt tot C12, is koolstof 13 is stabiel. En in Zuid-Afrika heb je twee verschillende soorten plantengroepen, C3 en C4 planten, die op een verschillende manier fotosynthese doen. En de C4 planten, dat zijn vooral grassen, die zijn aangepast aan wat drogere omstandigheden. Die hebben een net hoger gehalte aan C13 in hun weefsels. Dus we hebben gekeken, hoe is het nu gesteld met die verhouding tussen C12 en C13 in mijn vindplaats door de tijd heen? Nou, en die blijkt eigenlijk tijdens de ijstijd verdomd constant te zijn. Dus je kan heel duidelijk een verschil zien rond 10.000 jaar geleden, hè, als de ijstijd afloopt en het huidige klimaat zijn intrede doet. Dan zien we een scherpe verschuiving, maar binnen die laatste 10.000 jaar is de begroeiing vrij constant, ook al zijn er dan ook wel wat klimatische verschillen. En voor die laatste 10.000 jaar, dus tussen 10.000 en 70.000 jaar geleden, lijkt die begroeiing ook heel erg constant, ook al weten we dat die ijstijd heel stabiel was. Dus er is, dat heel instabiel. Heel instabiel. Dus de instabiliteit van het klimaat op wereldniveau, die vertaalt zich lokaal in Zuid-Afrika niet per se in ecologische chaos. Dus nu ben ik een beetje van die klimaathypothese af. Ja. En denk ik meer aan modeprocessen, aan wat door een filosoof van de Universiteit Twente de social construction of technology is genoemd. Waarbij een maatschappij bepaalt of een object werkt en dat deels losstaat van de werking van het object zelf. Dus hij gebruikt als voorbeeld de fiets. Vroeger had je een fiets met één enorm groot wiel
En één klein wiel. Yeah. En dat is heel onhandig en levensgevaarlijk om op te fietsen. En volgens hem was dat in de Victoriaanse periode voor veel fietsers een feature, geen bug. Was dat juist goed? Hè? Want veel fietsers waren jonge, rijkere mannen. En die gebruikten dit om zich als daredevil te profileren. En de fiets met twee gelijke wielen, die was eigenlijk ook vrij vroeg al beschikbaar. Ja. Maar dat vonden ze maar niks. Dus het duurde eigenlijk heel lang voor die fiets zijn intrede deed. En als ik mij de these van Wiebe Bijker goed herinner, dan is een van de redenen waarom die fiets zoals wij hem kennen uiteindelijk toch succesvol wordt, is dat vrouwen gaan fietsen. En op zo'n hoge fiets, dan zou je vrouwen onder het rokje kunnen kijken of zo. En dat moet dan. Dus dan besluit de maatschappij andere criteria los te laten op of welk ontwerp nou werkt of niet. Nou, iets soortgelijks zou ook op stenen werktuigen van toepassing kunnen zijn, denk ik. Maar dat is een beetje hetzelfde, dat brengt een beetje hetzelfde probleem met zich mee als het begrijpen van die kunst in Lascaux. Ja. Zoals mijn promotor vaak zegt, intentions don't fossilize. Mm-hmm. Dat zijn heel moeilijk te onderzoeken dingen. Terwijl dat klimaat, dat is wel te onderzoeken. Dat heb ik gedaan. Dat is heel leuk. Maar dat heeft dan eigenlijk, inderdaad, uiteindelijk merk je daar eigenlijk geen significante verschillen. Mm. Dus eigenlijk heb je daarmee dan geen verklaring voor of geen klimatologische verklaring voor deze omslag. Ja. En zal je het dus toch ergens anders moeten zoeken. En het is natuurlijk ook nog eens een keer dat je vindt dan die stenen werktuigen, maar je vindt natuurlijk ook een hele hoop artefacten zullen helemaal niet gevonden. Ofwel niet gevonden worden omdat ze gewoon niet bewaard blijven. Je kan je ook nog goed voorstellen dat deze mensen over een enorm technologisch repertoire beschikken, wat gewoon zich niet in het archeologisch bestand goed blijft. Ja, een probleem is dat we weten dat jager-verzamelaars, die hebben, 95% van hun technologie is gemaakt van organisch materiaal, van hout, leer, planten. Nou, dat blijft allemaal niet bewaard, dus dat vinden we allemaal niet terug. Dus we weten inderdaad dat we maar een heel klein deel van het technologisch repertoire kunnen zien. Maar we weten niet hoe representatief dat nu is. We weten niet wat we niet weten. Dat is wel een probleem. Ja, dat is natuurlijk een grote hiaat. En tegelijkertijd zie je dus ook, je ziet dus toch een verschuiving wel in, hoewel dat redelijk geleidelijk verloopt, zie je een verschuiving in die steentechnologie, de manier waarop die artefacten worden vervaardigd. Zie je ook andere dergelijke veranderingen die worden geassocieerd. Je noemde net inderdaad allemaal van die markers die dan samenhangen met de komst van de moderne mens, abstracte kunst en grote groepen. Zie je andere van dit soort markers ook later pas optreden, hoewel je al die moderne anatomische mens hebt? Het probleem met mijn site is dat organisch materiaal is heel slecht bewaard. Niet alleen hout en leer en zo, maar ook botten niet. Dus een heel deel van die indicatoren, die kunnen we eigenlijk niet bestuderen. Maar wat we wel zien is het gebruik van pigment, rode oker. En dat zien we eigenlijk al voor die technologische reorganisatie voorkomen. En dus rode oker, dat wordt vaak in verband gebracht met het maken van kunst. We hebben uit deze periode geen grottenkunst in Zuid-Afrika. Maar wel gravures, niet op mijn site, maar wel op andere. En dus het gebruik van dat rode pigment. En dat zou je ook kunnen interpreteren als bijvoorbeeld bodypaint. Maar er zijn ook functionele uitleggen voor het gebruik van rode oker. Zo wordt het soms gebruikt bij het maken van prehistorische lijm. En schijnt het ook soms handig te zijn bij het maken van, bij het looien van leer. Dus Het is dat hoeft niet aan te wijzen dat er zinnig gedrag is, maar kan even goed. We hebben wel echt best veel, dus dat lijkt een beetje te wijzen op dat het misschien ook voor non-functionele zaken is gebruikt, maar zie dat maar eens te bewijzen. Daar ben ik nog mee bezig. En je zit hier in een abri in het oostelijke kant van Afrika, maar dat is niet de enige plek waar je op hebt opgegraven in Zuid-Afrika, toch? Nee, in mijn eerste postdoc heb ik opgegraven aan de westkust, de zuidwestkust, in een site Blombos. En dat is een in ieder geval binnen ons vakgebied wereldberoemde vindplaats, waarbij je wel hele vroege gravures hebt in rode oker en waarbij ook hele vroege kralen zijn gemaakt van hele kleine slakkenschelpjes.
Dus echt van die echt hele vroege aanwijzingen voor symbolisch gedrag. Die gravures in die vindplaats, die waren tot voor kort, was dat eigenlijk de oudst bekende kunst die we kenden ter wereld. Sinds kort is de oudst bekende kunst te bewonderen in Naturalis, waar in het depot in 2014 of 2015 een gegraveerde schelp uit Indonesië is ontdekt, die waarschijnlijk gemaakt is door Homo erectus. Ja, hè, of met, dat een, kunst... met een soort abstract ja, een soort patroontje erop. Een soort gemankeerde hashtag. Oh ja, ja, precies. En dat is dan inderdaad, ja, dat wordt natuurlijk al aangemerkt dan als kunst. Maar dat is natuurlijk inderdaad op een bepaalde manier ook gewoon wellicht gewoon een prehistorische doodle van een verveelde Homo erectus in Indonesië. Ja. Nou, en het mooie van die vindplaatsen in Zuid-Afrika is dat je daar soortgelijke patronen door de tijd heen kan vervolgen. Dus je hebt vindplaatsen zoals Blombos, waarin in oker die gravures 30.000 jaar lang voorkomen en ook soortgelijke patronen gebruikt worden. En er is een andere vindplaats, Diepkloof, waarbij je gravures hebt in struisvogel-eierschaal. En ook daar zie je tienduizenden jaren lang dat mensen exact dezelfde patronen blijven herhalen. Dus dan gaat het waarschijnlijk om meer dan een verveelde iemand die wat aan het krassen is. En dat is bij die schelpen in Naturalis nog niet uit te sluiten, omdat dat is tot nu toe een unieke vondst. Dat is de enige in zijn soort. Ja, tot er meer zijn, kun je daar nog niet zo heel veel over zeggen. En je hebt dus inderdaad, je hebt een Blombosgrot dus opgegraven, ook in de Klaasiersrivier, vond ik, opgegraven? Of zeg ik dat, misschien zeg ik dat helemaal verkeerd. Nee, dat heb ik niet zelf opgegraven. Ik heb daar wel meegeholpen bij de uitwerking van schelpmateriaal. Mm-hmm. Maar ik ben daar nog nooit zelf met een schep in de grond geweest. Maar je ziet dus in die Blombosgrot wel, even als de plek waar je nu opgraaft, rond een vergelijkbare tijd bewoning? Of is de bewoningslaag veel ouder in de... Blombos is net wat eerder. Dus daar heb je bewoning tussen 100.000 en 70.000 jaar geleden. En dus eigenlijk waar, als ze stoppen met in Blombos te wonen, dan beginnen ze bij mij. Hoewel mijn site 600 kilometer verder oostelijk is. Dus dat zijn niet dezelfde mensen. Maar het sluit wel in de tijd mooi op elkaar aan. En wat moeten we bedenken als we denken aan wat voor mensengroepen waren dit? Waren dit grote samenlevingen? Dit waren ongetwijfeld nog geen grote samenlevingen, maar wat moeten we denken qua groepsgrootte of aan omgeving, aan dieren die daarin voorkwamen? Ja, kijk, qua omgeving, dat is het makkelijkste gedeelte van je vraag, dus daar begin ik maar mee. Ziet het er vrij hetzelfde uit als nu. Hè? Dus in Afrika zijn veel minder spectaculaire dieren uitgestorven dan hier in Europa. Dus wij missen een heleboel hier. We hebben een hele saaie fauna, want geen mammoeten meer en geen holenberen meer. Maar in Zuid-Afrika heb je eigenlijk je antilopes. Hè, dat zijn er een heleboel, hè, blesbokken en impala's. En wat de eland heet, hè, dat is de Nederlandse kolonisten die in Zuid-Afrika kwamen. Die zagen een hele grote antilopen. Die hebben dat genoemd naar het grootste hert dat ze kenden. Dus heet dat de eland. Of misschien is eland de Engelse naam en heet het in het Nederlands de eland antilopen. Maar nou ja, hè, en dan heb je gnoes en buffels. Er zijn een paar hele grote grazers uitgestorven. De giant buffalo en het giant hartebeest. Maar verder is het eigenlijk hetzelfde als nu. En dus ook flink wat predatoren. Ja, dus daar heb je leeuwen en hyena's en luipaarden. En cheetahs in mijn gebied niet zoveel. Dat zijn echt van die sprinters die in uitgestrekte open grasvlakte het goed doen en niet in de meer beboste randen van het continent. Maar wel dus leeuwen en luipaarden en hyena's. Dus op een bepaalde manier heb je eigenlijk ook daar een, ik bedoel, hoewel het ver van Nederland af is, staat het eigenlijk qua fauna niet zo ver af van prehistorisch Europa. Natuurlijk wel, dat dit zijn hele andere soorten, maar qua samenstelling of in ieder geval qua rijkdom is dat best te vergelijken. Ja en nee. Zeker die roofdieren, die had je hier deels ook. Luipaarden, leeuwen, hyena's, gevlekte hyena's, die waren in de ijstijd in Europa, kwamen die gewoon voor. En ja, een olifant en een mammoet, die zijn misschien ook nog wel te vergelijken. Maar je hebt hier ook wel een rare samenkomst van dieren die echt uit de oostelijke steppen komen. Dus in Nederland krijg je op een gegeven moment saiga-antilopes.
En ik geloof dat er zelfs in de Noordzee wel eens een muskusos is opgevist. Dus je krijgt wel echt een omgeving zonder moderne analogie. Je hebt die Afrikaanse predatoren, maar je hebt ook rendieren, edelherten en beren. Terwijl in Afrika, je hebt geen beren meer in Afrika. Dus een leeuw komt nu nooit meer een beer tegen. Ja, vroeger wel. Precies. En komen die wel eens tegen op de opgraving ook? Ik bedoel, komt dat wel eens voor dat je daar aan het opgraven bent met studenten en dat jullie plots worden opgeschrikt door een groot roofdier of wel een groot zoogdier of een grazer? Kijk, leeuwen zijn in principe, zitten allemaal in afgeschermde natuurreservaten, dus die kom je als het goed is niet tegen. Tijdens mijn eerste opgravingsseizoen in 2018 waren er dan weer twee ontsnapt. En toen werden wij inderdaad door een collega ge-sms'd van jongens, er zijn twee leeuwen ontsnapt, 30 kilometer zuidelijker. Maar je moet voorzichtig zijn, want we weten niet waar ze zijn. Nou ja, dan zit je daar in een bos, toch ver van de bewoonde wereld. Ja, toen zijn we toch maar snel terug naar de auto gegaan en hebben we een dagje administratieve werkzaamheden verricht. Ja, ja. Een groter gevaar zijn slangen. Dit jaar hadden we een heel klein roodbruinig slangetje. Ja, die kwam op een gegeven moment tussen wat boomstammetjes uitgekropen. En toch maar een foto van gemaakt en naar een collega gestuurd. Die daarop meteen aan de telefoon hing om te zeggen dat we nu weg moesten gaan uit de site, want het was een cobra. Dus je moet wel oppassen. Ja, het is wel oppassen. Het is toch wel heel anders opgraven dan hier in Nederland. Het is toch wel een stuk gemoedelijker en rustiger wat dat betreft. En nou is het qua, dus we zitten met jouw opgraving zitten tot maar 70.000, of dat is natuurlijk hartstikke lang, tot 70.000 jaar geleden. En dit is grappig genoeg ook een periode dat de mensen niet de enige mensachtige zijn die daar rondlopen in Zuid-Afrika. Ja, kijk, dat is heel nieuw. Hè? En 70.000 jaar geleden zijn we misschien weer wel de enige mensachtige die in Zuid-Afrika woont. Hè? Elders ter wereld zijn er wel nog Neandertalers en anderen. Maar tot 5 jaar geleden dachten wij dat eigenlijk in de laatste 500.000 jaar, dan gebeurt er in Afrika maar één ding. En dat is dat er mensachtige worden rondlopen die steeds grotere hersenen krijgen en die geleidelijk zich evolueren tot ons, Homo sapiens. Tot er bij Johannesburg in de buurt een grot werd gevonden door collega Lee Burger met resten van hele rare lui. Fossielen met hele lange armen. Hè, die in vergelijking tot de lengte van hun benen. Dat lijkt een beetje op klimgedrag te wijzen. En met hele kleine hersenen. En toen die fossielen ontdekt werden, dacht Lee dat, ja, dat moet 2,8 miljoen jaar oud zijn. Hè? Want het ziet er best primitief uit. Nee. En toen uiteindelijk er gedateerd werd, bleken ze maar 300.000 jaar oud te zijn. Of misschien zelfs nog wat jonger. En dus moet het hele idee over de omstandigheden waarin onze soort in Afrika evolueerde, dat moet op de schop. Want er blijkt niet één, maar nog een mensachtige geleefd te hebben. En ook nog in hetzelfde gebied. Hè? Want we kennen uit Zuid-Afrika rond dezelfde tijd ook fossielen van die tak mensen met grote hersenen. Uiteindelijk in ons zal het evolueren. Het is gevonden vlak buiten Johannesburg, toch? Deze Homo naledi, er is een gebied tussen Johannesburg en Pretoria in. Dat is een UNESCO World Heritage Site, the Cradle of Humankind. En er wordt eigenlijk al sinds 1924 gezocht. En toen ik mijn eerste postdoc in Zuid-Afrika begon, toen dacht men dat daar eigenlijk alles wat er te vinden was, wel te vinden zou zijn.
En sindsdien zijn er twee nieuwe mensachtigen ontdekt. Eén van ongeveer 2 miljoen jaar oud, die nog wel enigszins past in het plaatje wat we hadden van de evolutie van de mens. Hè? Alleen een soort die daar misschien wat extra detail aan geeft. Maar die Homo naledi, die heeft hersenen die zijn kleiner dan die van Homo habilis. Dus... En Homo habilis, dan moeten we denken aan hoe lang geleden? Rond die 2 miljoen jaar? Ja, rond die 2 miljoen jaar. En dat werd vroeger gezien als de stamvader van ons genus. Hè? De eerste soort die Homo mag heten. En daarna zien we de hersengrootte van de homo-soorten geleidelijk aan toenemen. Ja. En dat maakt eigenlijk niet uit over welke soort je het hebt. Dus Homo erectus, daar nemen de hersenen van toe. En die migreert buiten Afrika. En zijn afstammelingen ontwikkelen zich in Azië verder en ook in Europa tot Neandertalers. En bij die Neandertalers en die Aziaten, daar worden de hersenen ook groter. En tegelijkertijd de afstammelingen van de Homo erectus achterblijvers in Afrika. Wij krijgen ook grotere hersenen. Ja. Dus we gingen er altijd vanuit dat die menselijke niche, daar zit een soort vliegwiel-effect in. Hè? Die Homo habilis die begint met het concentreren op een vrij flexibele niche waarbij je intelligent moet zijn. Waarschijnlijk omdat die wat jaagt en van een groot aantal verschillende landschapsfacetten gebruik maakt. Hè. Dus hij moet met veel dingen om kunnen gaan. En dat zorgt er ook voor dat hij slim genoeg is. Zodat selectiedruk op intelligentie. Ja. En hij heet ook graag Homo habilis omdat hij... En dan, hoe slimmer die mensen worden, hoe succesvoller ze worden, hoe slimmer ze weer kunnen worden. Nou, en dat zou zomaar doorgaan. En er waren wel wat, misschien uitzonderingen op. Hè, er was toch wel iets meer variatie in de hersengrootte van Homo erectus dan je zou verwachten. Maar over het algemeen nemen die hersenen toe door de tijd heen in Homo. Welke soort dan ook. En nu is er een soort... 300.000 jaar geleden, tegelijkertijd met mensen zoals wij. Anatomisch moderne mens, ja. Ja. En die heeft hersenen ter grootte van Homo, die is weer terug bij af. En dat kan helemaal niet. Dus het kan toch wel. Maar het breekt in ieder geval met het beeld wat we hebben van die menselijke ontstaan. Ja. Van die ontstaansgeschiedenis ja. van dat En als je, dan, hè, als je dan achteraf gaat kijken, ja, dan gingen we er misschien net wat te gemakkelijk van uit. Hè? En dus... uitzonderingen werden makkelijk wegverklaard. Dus je had in 2003 Floresiensis die ontdekt werd in Indonesië, die je al noemde. Dat is een verdwergde soort, bijgenaamd de Hobbit. Ja. En daarvan werd gezegd, ja, dat is een uitzondering. Hè? Op eilanden gebeuren nou eenmaal hele rare dingen. Grote dieren die verdwergen daarop. En knaagdieren, ratten, mollen, die worden soms heel groot. Ja, daar heb je ook meerdere voorbeelden van, toch? Ook zelfs in Sardinië. Dwergolifanten en reuzenmollen. In Naturalis, in de oude opstelling, hadden ze een heel mooi skelet van een reuzenmol. Die zag er echt best eng uit. En dus je hebt de dwergolifanten, ik geloof op Sardinië, maar ook op Cyprus of Creta. En ook dwerghippo's. En die Floresmens, die leeft dus ook op een eiland met reuzenratten en dwergolifanten. En die Floresmens, dat werd dan geïnterpreteerd als die is ook, net als die olifanten, verdwergd. Dat was een normale afstammeling van Homo erectus waarschijnlijk. Ja. Die kwam op een vrij klein eiland per ongeluk terecht. Nou, en toen is hij verdwergd. En die heeft hele kleine hersenen, de grootte van een sinaasappel geloof ik. Ja. Maar dat zegt niks over... He, de grote lijnen van de menselijke evolutie. Dit is gewoon een soort specifieke eilandsituatie waarin dat dan kan voorkomen. Maar dat is eigenlijk alleen maar een hele kleine afwijking van die normale grote lineaire lijn van steeds grotere hersenen. En hetzelfde, de variatie binnen Homo erectus, waarbij tot vrij laat toch misschien ook wel vrij kleine hersenen, of individuen in ieder geval met vrij kleine hersenen, gevonden worden. Ja, er is veel variabiliteit, maar de selectie is toch voor die grotere hersenen. En nu blijkt dat het misschien niet hoeft, of niet in alle omstandigheden hoeft, ook niet in onze eigen genus. En het was ook überhaupt toch eigenlijk een hele, ik bedoel, van wat ik er toen van heb meegekregen van die fonds, ook een hele vreemde fonds, omdat
het enorm ver in een soort enorm complex, grottencomplex. Dan moet je door allemaal hele kleine gangetjes moet je erheen om uiteindelijk te komen bij die kamer dan waar die ja. resten zijn. Ja, het is eigenlijk heel pijnlijk. De onderzoeksleider zelf, die past niet door de grot. Dus die kan niet bij zijn vondsten komen. Dus die heeft op een gegeven moment, waren er een aantal kevers, hè, niet de archeologen, maar gewoon kevers die grotten exploreren. Die hadden een kamer gevonden en lagen allemaal botten. Ja, gek zeg. Dus zij, daar de hoogleraar aan de Universiteit van de Witwatersrand, en die zag aan de foto's van, ja, dat zijn wel botten van iets menselijks, maar zeker geen mens. Hè, dat zijn geen mensen zoals jij en ik. Nou, hij is naar die grot gegaan en het verhaal wat ik heb gehoord is dat er is één stukje gang en dat is 18 centimeter breed. En daar is hij toen in vast komen te zitten en is hij dan daarna aan zijn enkels weer uitgetrokken. En dus het bleek dat het paste niet. En toen heeft hij op Facebook gevraagd van ik zoek archeologen. Maar ze moeten wel door hele kleine gaatjes kunnen in grotten. Dus ze moeten ook wel... En geen claustrofobie hebben. Ja, ja. Ook niet onbelangrijk. En ja. Daar zijn een aantal mensen op afgekomen. Die hebben die fossielen opgegraven. Die inderdaad, die liggen heel diep in die grot. Vrijwel onbereikbaar. En er zijn helemaal geen botten van andere dieren in die kamer gevonden. Dus meestal, hè, als je ergens een hoop botten vindt, yeah. dan vind je honderden antilopes, tientallen bavianen en als je heel, heel veel geluk hebt, één mensentand. Want menselijke fossielen zijn heel erg zeldzaam vaak. Wij waren ecologisch gezien gewoon niet de meest dominante soort. Dominante ja, dieren. Ja. Ja, dus als je op safari gaat 1,5 miljoen jaar geleden in Afrika, dan moet je heel veel geluk hebben om een mens tegen te komen. Maar deze vindt plaats. Er liggen honderden botten in van die Homo naledi, ja. maar geen enkel ander dier. En dat is raar, want gewoonlijk vind je die botopeenhopingen vaak als restanten van prooi, van roofdieren. Dus we kennen veel mensachtige uit opeenhopingen van luipaardprooi. En een aantal kennen we uit bijvoorbeeld opeenhopingen van prooi van arenden. Hè, die bijvoorbeeld een bekend fossiel is het kind van Town. Een kind, hè, dat is waarschijnlijk door een arend gevangen en aan zijn kuikens gevoerd. Maar in dit geval is het geen prooi op eenhoping. Er zijn ook geen knaagsporen of weet ik wat. Wat zou je dan normaal vinden? Je zou normaal tandafdrukken vinden en dat soort zaken. Ja. Ja, ja. En dat zit er allemaal niet op. Dus uiteindelijk denkt Lee Burger dat deze Homo naledi individuen begraven zijn. Waarschijnlijk door hun soortgenoten. En dat is... Vrij spectaculair. Ja, ja. Ja, dat is in ieder geval een spectaculaire hypothese. Ja, ja, ja zeker omdat we weinig zulke vroege begravingen kennen, ook niet van moderne mensen. En dat het vergt ook, je moet niet alleen die grot kennen, maar je moet misschien ook iets van vuur beheersen. En dat is ook nogal een opgave voor een mensachtige met hersenen ter grootte van een chimpansee. En dus er zitten een heleboel implicaties aan die hypothese, die lastig te verenigen zijn met het wat toch leek op een vrij primitieve mensensoort. Ja, precies. Eigenlijk dus die markers die we normaal verbinden aan die anatomisch moderne mens. Ja. Zou dus kunnen dat een van die kenmerken, dat die ja eigenlijk al veel eerder terugvormen. Ja. Of dat die helemaal niet zulke hele grote hersenen veronderstelt. Ja, ja. Dus het probleem is, want ik ben niet zo van die begravingen. Ik geloof daar niet per se in. Maar het is wel heel moeilijk om een plausibel alternatief te bedenken. Ja. En je moet toch verklaren waarom daar, ik geloof dat ze resten van tenminste 15 individuen hebben op die plek, waarom die daar terechtkomen. Dat, ja, die moeten er toch zijn neergelegd, inderdaad wat je al zegt. Het is diep in die labyrinthische donkere gangen. Ja. Dus je moet er iets van licht hebben om überhaupt. En je ziet dus geen bijtsporen, dus het is ook niet dat een groep hyena's gewoon een groep mensen één voor één netjes die grot in heeft getrokken. Ja. Nou zijn er ondertussen ook op andere plekken in die grot
resten gevonden van Homo naledi. Die zijn nog niet gedateerd, dus we weten niet of die even oud zijn. Dus misschien ligt die hele grot wel vol met Homo naledi's en zijn deze verdwaald. Of zo. Maar dat blijven allemaal anekdotische just-so stories. Mm-hmm. Dus daar is nog veel werk te doen. En je noemde ook even kort dat kind van Taung. Dat is ook in die regio gevonden, toch? In Zuid-Afrika? Ja. Dat is iets verder naar het oosten. Dus het kind van Taung is bij de stad Kimberley gevonden. Dat is, ik denk, 400 kilometer verder oostelijk. Maar de meeste fossielen in Zuid-Afrika zijn eigenlijk binnen een straal van 20 kilometer van die Homo naledi gevonden. Dus je hebt een aantal enorm bekende sites, we hebben voor archeologen dan, die Zwartkrans heette die, en Sterkfontein en Driemolen. Nou, die liggen allemaal eigenlijk op hetzelfde kleine stukje land tussen Pretoria en Johannesburg. Heeft dat te maken met een bepaalde aardlaag die daar heel goed geconserveerd is? Of waarom is dat in zo'n kort of in zo'n klein? Ja, je hebt daar kalksteengesteente met grotten waarin die botten nou eenmaal goed bewaard blijven. Dus in veel andere gebieden van Zuid-Afrika, daar heb je niet dat soort grotten. Dus daar vind je geen botten van fossiele mensachtigen. Die zullen er absoluut geleefd hebben, maar ze zijn ondertussen vergaan. En juist daar tussen Johannesburg en Pretoria heb je een klein gebied met de juiste omstandigheden om die botten te vinden. Dus niet de juiste omstandigheden voor mensachtigen om te leven, maar de juiste omstandigheden voor archeologen om mensmateriaal te vinden. Ja, precies. En dus dan heb je die Homo naledi, die dus wel tot het geslacht homo wordt gerekend, maar overduidelijk natuurlijk een andere soort. Wat voor andere mensachtige worden hier ontdekt in deze regio, in dat kleine bestel? Nou ja, dus in 1924 werd dat kind van Taung ontdekt en dat is een Australopithecus. En Australopithecus, dat is eigenlijk het genus dat voor ons komt, dat voor homo komt. En dat zijn mensachtige met hersenen ter grootte van een chimpansee, die al op twee benen lopen, maar nog niet echt zoals wij. Ze kunnen niet lange afstanden gaan joggen, maar ze kunnen wel, ze lopen op twee benen. Ze klimmen ook nog heel veel. Dat zien we aan bijvoorbeeld hun vingerkootjes die heel gebogen zijn en aan hun schoudergewricht. En het bekendste fossiel uit dat genus, Lucy, komt uit Oost-Afrika, maar die heeft kenmerkende botbreuken aan haar polsen, op basis waarvan onderzoekers denken dat ze uit een hoge boom is gevallen en daar haar bot heeft. Dus die Australopithici die zitten nog veel in bomen, ja, maar kunnen ook al door open gebieden lopen. En dat is heel handig in Afrika tussen 5 en 2 miljoen jaar geleden, want het continent wordt steeds droger. En het oerwoud en de beboste gebieden die trekken zich steeds verder terug naar het westen, hè, richting het huidige Congo. En in Oost-Afrika, waar we veel mensachtigen vinden, daar wordt de omgeving steeds opener. En dan is het handig als je een efficiënt mechanisme hebt waarbij je die open omgevingen kan oversteken. Nou, en lopen op twee benen zou dat mechanisme kunnen zijn. En de Australopithici die doen dat al, maar die doen verder, verder niet veel dingen die wij als menselijk herkennen. Hè? Dus we kennen eigenlijk geen stenen werktuigen van ze. Misschien maken de laatste Australopithici een paar van de eerste stenen werktuigen, maar dat is hoe dan ook sporadisch. En dat hangt af van de datering van die eerste werktuigen waarover ruzie is. Maar dat zijn een soort, dat zijn mensachtigen die gestrand raken op de savanne, zou je bijna kunnen zeggen. En daaruit ontstaan twee genera. Eentje is het genus Homo. En de bekendste daarvan is Homo habilis. He, dat is een mensachtige met net wat grotere hersenen, waarvan we denken dat die stenen werktuigen gaat maken, die wat flexibeler wordt. En die aan de veranderende omgeving zich aanpast door een brede, flexibele niche te ontwikkelen. Ook wederom gevonden in Oostelijke Afrika? Ook in Oostelijke Afrika en ook in Zuidelijke Afrika. Oost- en Zuid-Afrika, dat zijn steeds de hotspots waarbij we die fossielen vinden. En dat komt
door gunstige omstandigheden voor archeologen. Dus in Oost-Afrika heb je de Riftvallei, waardoor de juiste aardlagen bloot komen te liggen. En in Zuid-Afrika heb je grotten waarin die fossielen ook goed bewaard blijven. Maar die Homo habilis, als je 2 miljoen jaar geleden op safari ging, dan moest je heel veel geluk hebben om Homo habilis tegen te komen. Die flexibiliteit, dat was zeker in het begin eigenlijk niet zo'n goede gok. Maar er was een ander genus, Paranthropus. En dat worden ook wel robuuste Australopithici genoemd. Dat zijn mensachtigen die een enorm kauwapparaat ontwikkelen. Met grote benenkammen op hun hoofd waar kauwspieren aan kunnen hechten. En kiezen die echt die veel groter zijn dan die van moderne mensen. Ja, die zijn misschien een beetje te omschrijven als panda's. Die passen zich aan een heel specifieke niche aan. Waarschijnlijk waar veel plantaardig voedsel een rol in speelt. Hè. Dus, ja, dat kan de notenkraker mensen noemen, toch? Ja. En in die Zuid-Afrikaanse vindplaatsen waarin Paranthropus... want Paranthropus komt dus ook weer in Zuid- en Oost-Afrika voor. En als je in die Zuid-Afrikaanse vindplaatsen gaat kijken, dan heb je daar, nou ja, op een site als Sterkfontein een paar Homo habilis fossielen en honderden Paranthropus fossielen. Dus als je op vakantie zou gaan 2 miljoen jaar geleden, dan zou je omkomen in die Paranthropussen en die Homo habilissen. Ja, dan zou je waarschijnlijk bij je Big Five kunnen groeperen als op je checklisten. Dus in eerste instantie was die aanpassing van die Paranthropus aan een specifieke niche op die savanne een stuk succesvoller dan wat wij deden, wat onze voorouders deden. Maar als die savanne nog droger en droger wordt, dan sterven ze uiteindelijk rond 1 miljoen jaar geleden toch uit. Nou, en vroeger dachten we dat wat ook bijdraagt aan dat uitsterven is dat de andere lijn, hè, Homo, dat die met grotere hersenen en zich ontwikkelende technologie, dat die steeds beter wordt in het exploiteren van die savanne. Dat die niche steeds breder wordt en dat er uiteindelijk ook om dezelfde voedselbronnen met Paranthropus geconcurreerd zou worden. En dus het idee was dat op een gegeven moment, waarschijnlijk na 1 miljoen jaar geleden, als die Paranthropus het loodje legt, dan is er eigenlijk ecologisch gezien geen plek meer voor een andere mensachtige in Afrika. En daarvoor heb je eigenlijk altijd de situatie dat je meerdere verschillende soorten mensen in hetzelfde gebied tegen kan komen. En daarna gingen we ervan uit dat er wel verschillende mensachtigen op aarde waren, maar dat die allemaal hun eigen gebiedje hadden. Hè? Dus Neandertalers in Europa en later Homo erectus en hun afstammelingen in Azië en wij in Afrika. En vooral ook omdat die lijnen anders slaags met elkaar gedaan. Ja, behalve dus als je heel erg gespecialiseerd bent. En als die elkaar dan tegen zouden komen, zoals Neandertalers en moderne mensen, dan zou de coexistence, het naast elkaar bestaan, dat zou maar kort duren. Want dan zou de een de ander wegconcurreren uit het gebied. En dus Homo naledi laat dat beeld een beetje kantelen. Ja. En hoe, dat is heel moeilijk te bepalen, denk ik. Daar hebben we... Er zijn geen werktuigen gevonden van die Homo naledi. Nee, dat is heel jammer, want de ontdekker van die soort die schrijft van, nou, hij is 300.000 jaar oud, hè? Dat is even oud als die prepared core technology waarover ik het eerder had. En hij heeft handen die wel geschikt zijn om werktuigen te maken. Dus moeten we Homo naledi zien als kandidaat om die werktuigen gemaakt te hebben. En dat is voor archeologen wel een pijnlijke constatering. Want er wordt al sinds 1911, verzamelen we in Zuid-Afrika stenen werktuigen en doen we opgravingen. En al dat werk moet nu misschien de prullenbak in. Hè? Want we gingen altijd uit dat we in ieder geval wisten wie de auteur van die werktuigen waren. Maar nu is er een andere potentiële auteur. En dus moeten we heel goed nadenken over wat voor ecologische niche die Homo naledi überhaupt had. Hè? Want het voordeel daarvan is dat we heel veel botten hebben van meerdere individuen. Dus dat we de anatomie eigenlijk bijna beter kunnen reconstrueren dan die van onszelf. Of in ieder geval onze directe voorgangers.
Maar het nadeel is, we kennen ze maar van één plek en van één punt in de tijd. Dus je zou eigenlijk meer stippen op de kaart willen hebben en een beter idee van wanneer zijn die lui nou ontstaan? Zijn ze nou ontstaan 2 miljoen jaar geleden en houden ze het heel lang vol? Of komen ze van elders? Vinden we daar misschien? Ja. En dat is natuurlijk met heel veel van dit soort mensachtige fossielen. Dat het altijd vrij plaatsgebonden is en echt even een momentopname. En daar moet je het dan mee doen. En daar moet je er vervolgens allerlei conclusies aan verbinden. Maar je zei inderdaad wel al, ze hebben vrij lange armen en wat kortere benen. Dus dat veronderstelt mogelijk inderdaad een aanpassing aan een andere niche. Ja. Dan die homo sapiens. Ja. Ze lijken wel ook gewoon op 2 benen te kunnen lopen. Dus net als eigenlijk alle andere mensachtigen lopen ze op 2 benen. Maar de meeste homo-soorten geven geen aanwijzingen in hun schoudergordel en hun armen voor veel klimmen. En homo naledi heeft die aanpassingen wel. Nou kan het zijn dat ze die gewoon geërfd hebben en dat ze daar verder niks mee deden. Maar meestal wordt er in de evolutie van uitgegaan, if you don't use it, you lose it. Als je niet klimt, dan verlies je die klimaanpassingen. Ja. En dus het zou heel, heel raar zijn dat als ze niet ook daadwerkelijk veel klommen. Ja, maar die eutrofiering kan lang duren, dus hoeft niet, zeker voor de latere periode, hoeft dat niet zeker te zijn. Ja. Heeft dat ook in het voorgesprek dat er een aantal van die botten ook gebroken zijn aangetroffen? Een aantal van die enorme dijbenen. Dat moet enorm vreemd zijn om dat kunnen duiden. Dus dat is voor mij een van de redenen waarom ik denk dat die begravingshypothese dat toch niet werkt. Want de femuren dijbeen is een van de sterkste botten in je lichaam. Mm-hmm. Moet veel kracht kunnen weerstaan. Dat breekt niet zomaar. Als jij iemand begraaft En daar verder niet rare dingen mee gaat doen, daar niet met een graafmachine over het kerkhof gaat rijden of zo, dan zullen die beenderen intact blijven. Ja. Deze Homo naledi fossielen die zouden volgens de begravingshypothese in die grot ter aarde besteld zijn en daarna is daar niemand meer gekomen. Dan snap ik niet waarom die dingen zo gefragmenteerd zijn. Ja, precies. Ja, want dan zou je inderdaad veel intacter... Ja. Ik denk dat ze dood zijn gegaan. Eerst een tijd ergens anders zijn geweest als lijk. Decomposed zijn. Ja. Hoe noem je dat in het Nederlands? En daarna door... Vergaan in ieder geval. En daarna door een of ander proces in die afgelegen kamer terecht zijn gekomen. Maar dat is inderdaad wel... Dus we hebben een beeld nu van... Oké, je hebt die Australopithecus als geslacht mensachtige. Je hebt ook al in het voorgesprek inderdaad... Je moet oppassen, want je hebt hominiden en je hebt homininen. Ja. Wat is dat verschil? Dat is misschien wel even taxonomisch gezien interessant. Ja, dus... Hominiden, dat omvat eigenlijk de hele groep mensapen, inclusief onszelf. Dus, chimpansee, gorilla. Ja, en afhankelijk van hoe je indeelt ook orang-outan en misschien zelfs gibbon. En homininen, dat omvat eigenlijk alleen maar mensachtige. Dus soorten die nauwer aan ons verwant zijn dan aan chimpansees en bonobos. En die dus bijna ook allemaal uitgestorven zijn. Althans, daar leven alleen wij nog op van. Op één na, ja. Ja, precies. Ja. En dan heb je dus die Australopithecus. Hoeveel miljoen jaar geleden? Ook weer 3 miljoen jaar, 4 miljoen? Tussen 5 en 2. Tussen 5 en 2 miljoen jaar geleden. Ja. En die lijkt zich eigenlijk in ieder geval op te splitsen in het archeologische bestand. In dus die Nutcracker Man. Paranthropus. De Paranthropus. En een lijn en homo. En ja. Wij, ja. Ja. En er zijn... De Australopithecus is een vrij divers genus. Dus er zijn, nou moet ik even snel tellen, maar volgens mij zo 5 à 7 soorten van bekend. Die allemaal net verschillen in bijvoorbeeld dentitie, in hun tandaanpassingen, in de anatomie van hun loop- en klimapparaat. Dus er gebeuren gewoon evolutionaire... experimenten met die rare op 2 benen lopende primaten. En
Van al die evolutionaire experimenten zijn er twee heel succesvol. Die Paranthropus en eerst nog niet zo succesvol, maar later wel die rare lui die uiteindelijk grote hersenen zullen gaan ontwikkelen. En dat zijn wij. Met eerst nog die onduidelijke niche, geen specialisering, ja, maar ja, meer een beetje breder, wat gereedschap op die savanne. En die dan uiteindelijk toch een dominantere soort begint te worden. En dan na die Homo habilis, wanneer krijgen we dan weer een volgende knooppunt als het ware in die boom? Ja, nog tijdens Homo habilis eigenlijk. Dus het interessante is dat onlangs is in Zuid-Afrika een Homo erectus fossiel opgegraven dat ongeveer 2 miljoen jaar oud is. En dan leeft Homo habilis ook nog gewoon. En Paranthropus ook nog. Dus je hebt dan ook weer drie soorten die naast elkaar blijken te leven. En ik geloof dat ondertussen de laatste Homo habilis die we kennen, de jongste Homo habilis die we kennen, is 1,5 miljoen jaar oud. Dus die bestaan 500.000 jaar naast wat vroeger hun opvolger genoemd werd. Hè? Want je kent dat plaatje van die aap die langzaam via kromlopende mannetjes in de mens evolueert. Ja. Hè? Ja. Dus één zo'n krom mannetje was Homo habilis en dan de volgende die iets rechterop staat, dat zou Homo erectus zijn. Het kan heel goed, maar het hoeft niet, dat Homo erectus uit Homo habilis is ontstaan. Maar die waren blijkbaar anders genoeg dat ze 500.000 jaar naast elkaar konden bestaan. Terwijl als ze echt dezelfde niche bewoonden, dan was er een van beide uitgestorven. Mm-hmm. Dus ja, dat lineaire beeld, daar moeten we een beetje van af, denk ik. Ja, maar dat is nog steeds wel heel erg dominant, eigenlijk dat beeld. Of in ieder geval, het is lang dominant geweest, ook in de archeologie zelf. Ja. Dat je toch een lineaire opeenvolging krijgt. En op een bepaalde manier zit dan ook die lineaire opeenvolging, heeft ook zijn weerslag dan in die hersencapaciteit waar je het over had. En tegelijkertijd zijn weerslag in al die verschillende technologische veranderingen. Ja, ja, en ik denk dat wij archeologen daar deels zelf schuld aan hebben. Wij hebben minder dan paleoantropologen, dus de mensen die naar botten kijken, die hadden misschien al eerder door van er zit wel heel veel variëteit in die mensenbotten. Maar wij zien eigenlijk steeds maar één soort technologie die we dan aan één iemand toeschrijven. Dus die level 1-methode, die zien we in Frankrijk en in Zuid-Afrika. En dus ik denk dat de archeologie meer nog dan de anatomie heel erg unilineair denkt. Ik denk nog steeds denkt, terwijl dat, hè, daar moeten we van af. Maar dat, ik heb daar zelf ook moeite mee. Ja, want waarom heb je daar moeite mee? Waarom is dat lastig om daar afscheid van te nemen? Ja, ik denk dat het gewoon gemakkelijk is om netjes op één volgende hokjes in je hoofd te gebruiken. En binnen dat hokje dan een soort homogeniteit aan te nemen en je maar af te sluiten voor het feit dat daar vaak heel veel variatie in zit. Ik vind in Zuid-Afrika werktuigen die ik zo in Frankrijk zou kunnen opgraven. Maar binnen Frankrijk laten Neandertalers heel variabele werktuigassemblages achter. Ook al zitten er soms dezelfde types in, maar de proporties verschillen en de manier waarop ze hun grondstoffen halen en wat ze ermee doen en dit en dat. Maar we kijken altijd naar een paar gidsfossielen, een paar specifieke soorten werktuigen en daar hang je dan een heel verhaal aan op over hoe die mensen leefden. Ja, want dan is het inderdaad ook zo dat een werktuig zegt ook dan weer vervolgens iets over die cognitieve kwaliteit. En dat zegt dan ook weer iets over waar je ongeveer moet zitten in die, ja, in die stamboom. Ja, dus dat wordt heel circulair. Want ja, het werktuig zegt iets over de cognitieve capaciteit die je nodig hebt om het te maken. En dat kunnen we dan weer gebruiken om het aan een soort te koppelen. Maar we hebben die cognitieve capaciteit überhaupt gebaseerd op de hersengrootte van de mensen die we uit dat tijdsgevricht kennen. Nou ja. Ja, want dan gaat het er weer vanuit van, oké, je hebt grotere hersenen, dus dan moet je ook al die cognitieve kwaliteit hebben. Ja. Dat zou natuurlijk echt een soort monkey wrench zijn, als bijvoorbeeld er een Homo naledi wordt gevonden met een van tevoren geprepareerde steen in zijn vuist. Ja, het zou heel mooi zijn als er een soort Pompeii-achtige situatie in Afrika wordt gevonden, waarbij iemand met een werktuig in de hand daadwerkelijk door as is bedekt, zoals die arme mensen in Pompeii. Dat je echt zo'n tijdsopname hebt. En dat je daarmee dus ook inderdaad
ofwel ziet dat die band er helemaal, die band die eigenlijk altijd verondersteld is, dat die er ofwel niet is, ofwel ja. dat die er wel degelijk is en dat ja. het gewoon eigenlijk corroboreert wat er altijd al en is je gedacht. En je hebt van die Pompeii dingen ook in Afrika. Dus een van de bekendste vondsten zijn de voetstappen van Laetoli. Die zijn 3,4 miljoen jaar oud, worden toegeschreven aan Lucy, dus een Australopithecus. Ja. En die laten zien dat daar vlak na een vulkaanuitbarsting 3 Australopithecus mensen door het landschap liepen. Mm-hmm. Tussen allemaal andere beesten. Hè. Je hebt vogelafdrukken en antilopes. Ja. Maar die laten heel duidelijk zien dat die mensen daadwerkelijk op twee benen liepen. Ja. Meer nog eigenlijk misschien dan het skelet. Of dan de weinige botten die we op dat moment van ze kenden. En dan heb je inderdaad zo'n momentopname. Maar daar is dan weer niet vervolgens iets bij. Daar is bijvoorbeeld niet een technologie bij gevonden die er makkelijk aan te verbinden. Nee, en het probleem. Nee, want hebben de eerste stenen werktuigen. Die kenden we tot voor kort pas vanaf 2,6 miljoen jaar geleden. En toen is er in 2015 een publicatie geweest van werktuigen die 3,3 miljoen jaar oud zouden zijn. Maar de geologische context van die werktuigen wordt door sommige mensen in twijfel getrokken. En wij kunnen niet de werktuigen zelf dateren, maar deze werktuigen liggen in vulkanische afzettingen. En die vulkanische afzettingen die kun je wel dateren aan de hand van radioactieve elementen die daarin zitten. Maar als de werktuigen niet goed aan de vulkanische afzetting te koppelen zijn, dan is je datering misschien wel goed. Maar ja, dan dateer je daar helemaal niet die werktuigen mee. Dat is tot nu toe één site die misschien 3,3 miljoen jaar oud is. Verder zijn alle sites die we kennen met stenen werktuigen, die zijn jonger dan 2,6 miljoen jaar geleden. Dus dan zijn de Australopithici hun dagen bijna geteld. Ja, want die zijn dus al die verschillende soorten die je ook beschreven, dat iets van 6-7 soorten, die zijn uitgestorven en die worden dus ook echt wel opgevolgd. Er zijn er een paar die het volhouden tot 2 miljoen jaar. Ja. Maar vanaf 2,8 miljoen jaar geleden kennen we ook homo-fossielen in Afrika. En we gaan er dan voor het gemak maar van uit dat die homo, die mensen, dat die in ieder geval stenen werktuigen maken. Maar daar hebben we eigenlijk ook helemaal geen goed bewijs voor. En dan zitten we in Afrika, maar ook buiten Afrika worden vreemde nieuwe vondsten gedaan die ook weer een nieuw blik werpen eigenlijk op hoe die stammen ongeveer in elkaar zitten. Want vrij recent is ook de Denisova-mens op een of andere manier erbij gekomen als mogelijke kanshebber om in die stamboom te worden opgenomen. Ja, nee, en dat is echt een heel, heel interessant verhaal. Want toen ik begon met de archeologie studeren en oude steentijd studeren, toen werden er nog wel eens nieuwe soorten ontdekt. Hè, maar dat waren altijd vroege soorten. Hè, ouder dan 2 miljoen jaar. En de afgelopen 10, 15 jaar zijn er juist in het laatste gedeelte van onze evolutie soorten bijgekomen. Hè, soorten die echte mensen, die we in het genus Homo plaatsen. Die Floresmens, daar hadden we het al over. En Homo naledi. En het interessante is ik geloof in 2010, werd er een vingerkootje gevonden in een grot in Siberië. Dus een vingerkootje is anatomisch niet speciaal genoeg om. Daar kun je niet duidelijk aan zien welke soort het nou precies is, want alle vingerkootjes lijken op elkaar. Ja. Het zijn net schapen. Dus dat vingerkootje dat kwam uit een grot in Siberië. Dat zijn goede omstandigheden voor het bewaard zijn gebleven van DNA. Dus dat wilden ze analyseren om te kijken, is dit nou misschien een hele vroege moderne mens die uit Out of Africa gekomen zijn? Of is dit een Neandertaler die misschien wat verder oostelijk woonde dan we vaak denken? En wat bleek, het was geen van beide. Het was een nieuwe populatie, een nieuwe mens die niemand nog ooit die niemand had verwacht. En dus dat was heel raar, want we hadden toen een fossiele mensensoort zonder fossielen, waar we eigenlijk alleen het DNA van kenden. Ondertussen is er een kaak uit Tibet gevonden waar DNA uitkomt, en dat DNA komt overeen met het Denisova-DNA. Dus krijgen we nu fossielen bij die Denisova-groep. En interessant genoeg blijkt
In diezelfde grot blijken ook wel eens Neandertalers geweest te zijn. En er is zelfs een hybrid gevonden, dus een kind waarvan, ik geloof, de vader Neandertaler was en de moeder een Denisovaan. Het was daar echt een enorm interessant kruispunt van soorten. Want die Denisovanen die zijn ook moderne mensen tegengekomen, dat weten we zeker, omdat er in het DNA van mensen uit Nieuw-Guinea en Melanesië en Polynesië en in mindere mate China en Indonesië zit een klein percentage Denisova-DNA. Dus er is ook monkey business geweest tussen tussen die eerste moderne mensen in Azië en wat toen waarschijnlijk de laatste Denisovanen waren. Ja, en die Denisovanen zijn dus eigenlijk weer een zustersoort dan van de Neandertaler. Ja, De Homo erectus verlaat Afrika, althans, wordt aangenomen. Dan krijg je nog een tussenstapje Homo heidelbergensis, als ik het goed heb. En dan de Neandertaler. Dat is dan de voorloper van de Neandertaler en de... Ik zeg het meteen verkeerd, ja? Nee, kijk, dat is recent op de schop gegaan. Dus vroeger dachten we inderdaad, want we houden van lineaire dingen. Hè? Homo erectus, Homo heidelbergensis, Neandertaler. Ja. Nu zijn er in Spanje vrij vroege fossielen gevonden in een vindplaats die Cima de los Huesos heet. Kuil met botten, als ik het goed vertaal. En die botten, dat zijn eigenlijk vroege Neandertalers. Maar die zijn, als ik het me goed herinner, 450.000 jaar oud. Dus die zijn te oud om van Homo heidelbergensis af te stammen. Want Homo heidelbergensis, het type fossiel, is 500.000 jaar oud. En daar kennen we wat recentere. Dus waarschijnlijk zijn heidelbergensis en Neandertalers ook twee aparte takken die misschien tegelijkertijd in Europa hebben geleefd. En dan is de vraag... woonden die in verschillende streken van Europa of kwamen die elkaar ook wel eens tegen? En daarvoor kennen we eigenlijk te weinig heidelbergensis fossielen. Dus dat, nou ja. Ja, maar het is wel dus duidelijk dat Neandertaler en de Denisova, dat zijn dan weer twee lijnen waarvan de een meer in Neandertalers en Denisovanen die delen een gezamenlijke voorouder die later leefde dan de gezamenlijke voorouder die zij beiden deelden met ons. Dus die Denisovanen zijn nauwer verwant aan Neandertalers, maar het is wel heel duidelijk een andere populatie. En nu we dus een kaak bij die Denisovanen hebben, lijkt je daar ook anatomisch gezien verschil in te kunnen maken. Maar we hebben meer fossielen nodig om dat goed zeker te weten. Maar het is natuurlijk prachtig wel, dat ditmaal dus in één keer niet het fossiel het eerste is. Want meestal inderdaad in het verleden was het elke keer, je vond weer een fossiel, een Lucy of het kind van Town of wat ook. Ja. Daar was dan de ophef over en daar moest het boek opnieuw over worden geschreven. En nu is het dus inderdaad andersom. Je gaat eigenlijk nu eerst kijken naar DNA en nu... ben je eigenlijk op zoek naar, hopelijk zijn er dan fossielen te vinden die ertoe behoren. Nee, ja, het is de omgekeerde wereld. Want we kennen eigenlijk best veel fossielen uit China. Hè, omdat ook daar wordt eigenlijk al sinds het begin van de 20e eeuw... wordt daar naar fossiele mensenachtige gezocht. En er zijn Homo erectus fossielen uit China bekend. En dus misschien zijn er ook wel fossielen die aan het DNA... die bij dat Denisova-DNA horen. Maar omdat DNA zo vaak zo slecht bewaard blijft, is dat heel moeilijk. En hebben we dus nu met die ene kaak uit Tibet enorm geluk gehad. En als je dus meer fossielen met DNA hebt, zou je een beter beeld van hoe die Denisovanen eruit zagen kunnen... Dus het kan zijn dat er al fossielen in archieven liggen, zoals ook die schelpen van de Homo erectus lagen in Naturalis. Ja. Met die krabbels erop, kunstzinnige krabbels erop. En dus inderdaad, dus iets soortgelijks zou met die Denisovanen eigenlijk kunnen zijn. Die kunnen daar allemaal fossielen mogelijk van hebben. En er is dus inderdaad toch een vermenging van, want dat is natuurlijk altijd wel aardig, dat mensen spreken dan graag van soorten. En dan heb je de menselijke soort en dan heb je de Denisovanen is een mogelijke soort en Neandertaler is een soort. Maar het grappige is natuurlijk dat meestal staan we onder soorten... organismen die vruchtbare nakomelingen met elkaar krijgen. En grappig genoeg zijn er dus vruchtbare nakomelingen van die Denisovaan en de Neandertaler. En hetzelfde geldt voor Neandertalers en anatomisch moderne mensen. Ja, jij en ik hebben Neandertaler DNA.
En eigenlijk iedereen, niet alleen jij en ik. Ja. Ergens, zeg 100.000 jaar geleden, kwamen de Neandertalers moderne mensen tegen. En die hebben samen kinderen gekregen. En dus kun je in twijfel trekken of Neandertalers en moderne mensen niet bij dezelfde soort horen. Dat hangt heel erg op hoe je een biologische soort definieert. Het interessante is dat, als ik de DNA-literatuur goed begrijp, en dat is niet mijn specialisme, dan zijn de hybride afstammelingen van Neandertalers en moderne mensen niet allemaal vruchtbaar. Ja. Het lijkt erop dat zoontjes van zo'n huwelijk, dat die onvruchtbaar zijn. Dus dat wij dan af zouden stammen van de hybride dochters, want dat die zoontjes... Dus er is wel een steriliteit. Er is mogelijk sprake van steriliteit. Dan zou je Neandertalers als aparte soort kunnen handhaven. Maar dat hangt natuurlijk nog alsnog af van inderdaad waar... Dat zie je natuurlijk de hele tijd in deze discussie. Dat is ongetwijfeld ook waarom er toch ook wel redelijk veel conflicten gepaard gaan met die paleoantropologie en die archeologie. Omdat het ook de mens betreft en de afstamming van de mens. En wat je al zei, we willen graag dat in mooie hokjes opdelen. Hetzelfde heb je natuurlijk in die taxonomie. Waarin, als het gaat om het plantenrijk, dan gaan we akkoord met een flink verschil in erfelijk materiaal. Het is de 1 of 3%. Dan kunnen we al eens mogelijk spreken van een nieuwe soort. Terwijl als je 1 of 3% genetische variatie zou nemen, denk ik, ten aanzien van het menselijke geslacht. Ja, kan je dan bijvoorbeeld niet alleen maar, dan spreek je dan niet gewoon van één soort, met gewoon een hele hoop verschillende populaties, met variaties die wel uit elkaar lopen, maar die niet zo ver uit elkaar lopen dat je eigenlijk taxonomisch gezien kan spreken van verschillende soorten. Ja, nou ja, kijk, ik geloof dat wij 98% van ons DNA delen met chimpansees en bonobo's. Dus als je dat neemt als basis, dan zou je eigenlijk al die fossiele mensachtige gewoon in één soort moeten hè, dan zou je misschien Australopithecus erectus kunnen gebruiken om al die Australopithici, Homo erectus, Homo habilis. Maar er zit wel erg veel variatie in. Ja. En het feit dat die Neandertalers en die moderne mensen dus waarschijnlijk al niet 100% samen vruchtbaar zijn, voor mij zijn dat aanwijzingen dat je toch... Dat legitiem is om te spreken van soort. Van soort. Maar dat, deels is het semantiek en ligt het eraan hoe je soorten indeelt. Ja, want wij zeggen nu, de Neandertaler kwam daar dan de Homo sapiens tegen. Maar dat hoeft dus voor de leden van deze twee groepen helemaal niet een verschil zijn wat ook een verschil maakt. Ja. Het interessante is dat er heel weinig bewijs is voor... zeg culturele overdracht van dingen. Maar misschien kunnen wij dat als archeologen gewoon... hebben we niet gedetailleerd genoeg beeld van hoe die culturen eruit zagen om dat op te graven. Maar we zien bijvoorbeeld niet echt dat moderne mensen Neandertaler-achtige werktuigen gaan maken of andersom. Er zijn een paar voorstellen, maar die zijn allemaal omstreden en dat gaat om... Om zaken in kleine gebieden en met een beperkte tijdsdiepte. Dus ik denk dat ook psychisch, dat die lui wel degelijk door hadden dat er verschil was. Mm-hmm. Maar ja, dat was in ieder geval geen beletsel om het met elkaar te doen. Ja, precies. Ja, dus er zijn inderdaad wel mogelijk wel duidelijk verschillen geweest tussen deze groepen als het gaat om technologie of groepssamenstelling of de plek waar ze graag wonen en welke bronnen ze gebruikten in hun omgeving, maar niettemin niet genoeg om niet gewoon te paren met elkaar. Ja, precies dat. Ja. Ja. En je spreekt ook, of tenminste in het voorsprek had je het ook over, want je zegt inderdaad, er zijn eigenlijk wel een aantal dingen die archeologie in de weg liggen, omdat je graag wil indelen, omdat je graag een lineaire lijn wil trekken, waarbij je zegt van steeds grotere hersencapaciteit of steeds... meer cognitieve functies die je dan weer kan verbinden aan technologische veranderingen die je weer kan plotten, ook in zo'nzelfde lineaire baan. En daarbij haal je ook de teleologie aan als een beletsel in die interpretatie. Wat bedoel je daarmee? Ja,
Archeologen hebben, en dat is denk ik het probleem met het terugkijken in de tijd. We hebben de onhebbelijke neiging om een eindsituatie als soort van doel te beschouwen en alles te interpreteren als een ontwikkeling gericht op het bereiken van dat doel. Of het nou de overgang van jager-verzamelaar naar landbouw is, of de ontwikkeling van de moderne mens met grote hersenen en die in de hele wereld woont. Terwijl helemaal niet alle evolutionaire ontwikkelingen hebben überhaupt een doel. En als ze al een doel hebben, dan is dat een aanpassing aan het heden. Dus Homo habilis gaat zich niet aanpassen zodat een paar honderdduizend jaar later zijn achterkleinzoonsoort naar Azië kan migreren. En die Homo erectus die Afrika verlaten, die doen dat niet met een kompas en een kaart op weg naar China. Ja. Maar men is reproductief succesvol, de populaties worden groter en het verspreidingsgebied strekt zich uit. Maar het is geen expeditie. Nee. Wij interpreteren dingen. Misschien is dat ook gewoon de manier waarop we het opschrijven. Hè? En ook wel een soort benefit of hindsight. We weten nu dat ze daar dan zijn gekomen. Dus dan gaan we nu proberen te reconstrueren van oké, wat is er dan nodig geweest om daar te komen? Ja. En je ziet dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk in hoe wij denken over het uitsterven van Neandertalers. Waarbij je heel erg de huidige situatie als de onontkoombaar beschouwt. En dan probeert te verklaren hoe dat zo. Hoe is het dan zo gekomen? Ja, want ongeveer dus 40.000 jaar geleden komen moderne mensen min of meer het grondgebied binnenwandelen van Neandertalers. Ze zijn elkaar al eerder tegengekomen. We kennen moderne mensen in de Levant rond 100.000 jaar geleden. Dus dat is het huidige Israël. En die verdwijnen daar weer. En dan zien we daar Neandertalers. Maar na 50.000 jaar geleden komen die moderne mensen weer terug. Dus je zou kunnen zeggen, die moderne mensen die migreren tot buiten Afrika. En die wonen een tijdje in de Levant. En dan misschien doordat het klimaat verandert of door onderlinge concurrentie om dezelfde voedselbronnen. Ja, verdwijnen ze daar weer. En zien we een paar tienduizenden jaren lang dat Neandertalers daar succesvol zijn. Maar rond 50.000 jaar geleden verandert dat weer. En dan zien we moderne mensen weer in Israël. En een stukje later zien we ze ook in Europa. En tegelijkertijd lijken Neandertalers langzaam te verdwijnen. Hun verspreidingsgebied wordt steeds kleiner. En uiteindelijk de laatste Neandertalers lijken ergens op Gibraltar misschien. Of in ieder geval in het huidige Spanje en Portugal geleefd te hebben. Als een soort refugia zijn betrekken. Ja. Nou, En dus de Neandertaler, hun anatomie verdwijnt, hun levenswijze verdwijnt, maar een deel van hun DNA niet, want dat zit nog in ons. Ja. En in het verklaren van dat verdwijnen van Neandertalers, daar heb je altijd hypotheses die ervan uitgaan dat het verdwijnen van die Neandertalers onontkoombaar was, dat Neandertalers gehandicapt waren door... Ofwel dat ze minder slim waren. Of te gespecialiseerde economie. Ja, ja of ja. Te veel calorieën nodig om... Er zijn een heleboel... Meer aangepast ook aan die ijs. Want we zitten dan ook natuurlijk in een... Nou, nog niet helemaal. In een omslag van Pleistocene naar Holocene. Dat was veel later. Maar je zit dan in zo'n omslag binnen de laatste ijstijd... van een relatief... een koele, maar relatief... voor de ijstijd relatief warme periode... naar een ijskoude periode. Dus het last glacial maximum, zoals dat heet... vindt 20.000 jaar geleden plaats. En dat is het allerkoudste gedeelte van de ijstijd. Maar tussen 60 en 40.000 jaar geleden... is het leven best gematigd. Tijdens de koudste delen van de ijstijd... is bijvoorbeeld Nederland echt een poolwoestijn. Maar tussen 60 en 40.000 jaar geleden... dan is hier een soort een mammoetsteppe. Een begrast gebied... Maar dat is wel echt een beetje
Zoals een Oost-Afrikaanse savanne met een heleboel dierlijke biomassa. Met heel veel rendieren en paarden en bizons en mammoeten. Voor Neandertalers was het tussen 60.000 en 40.000 jaar geleden best te doen. Ja. Maar dan na 40.000 jaar geleden wordt een groot deel van hun verspreidingsgebied poolwoestijn. En trekken zich terug naar het zuiden, Zuidwest-Frankrijk, Spanje, misschien Italië. Maar tegelijkertijd komt daar ook een andere mensensoort langzamerhand Europa binnentrekken. En de vraag is, waren die Neandertalers zonder ons ook wel uitgestorven? Of hebben daar een steentje aan bijgedragen? Ja, precies. En intuïtief lijkt het een te groot toeval. Hè? Dat juist als wij uit Afrika komen, Zeker. Dan gaan die lui de pijp uit. Maar dat betekent niet dat het uitsterven van Neandertalers per se onontkoombaar was. Het had misschien ook andersom kunnen gebeuren. Dat wij uitgestorven waren. Of in ieder geval lokaal in Europa uitgestorven waren. Maar al onze modellen laten niet eens die mogelijkheid open. Het gaat er alleen maar... We weten blijkbaar dat het uitsterven van Neandertalers onontkoombaar was. En daar Want deze modellen proberen dan te plotten hoe snel dat gaat en gebeurt. Wat een meer aannemelijke factor is. Een verschil in intelligentie of een verschil in bestaanseconomie of een verschil in sociale netwerkgrootte. En juist het al van tevoren gebruiken van dat doel, ik denk dat een zwakte bot is van onze modellen. Ja, omdat je eigenlijk dan al je weet al wat de uitkomst is. Ja. Dus hoe kan je inderdaad iets plotten op kijk, als je dan de uitkomst al vaststelt, dan steven je daar altijd op af. Ja. Dus dan zou je altijd zo moeten programmeren dat het ook dat de uitkomst is. Als dat niet het geval is, dan ben je niet conform de werkelijkheid bezig. Ja, en dus zeker bij huidige computersimulaties denk ik dat het interessant is om modellen te hebben waarbij het uitsterven van Neandertalers niet een uitgemaakte zaak is. Maar ook in gewoon het bestuderen van normale archeologische materialen. Omdat alles wordt in een soort straitjacket, hoe noem je dat in het Nederlands? Vangbuis. En ik denk dat ons oogkleppen opdoet voor het verleden zou wel eens echt heel anders geweest kunnen zijn. We weten dat de omgeving geen moderne analogie heeft. Dat er soorten naast elkaar voorkomen die nu duizenden kilometers van elkaar gescheiden zijn. En dus er kunnen ook scenario's zijn van menselijke omgang met elkaar of met andere populaties die nu geen analogie heeft. En je komt daar ook niet achter als je alles al in een van tevoren vaststaand scenario probeert te praten. Ja, ja, en dan zie je inderdaad die teleologie. Maar tegelijkertijd, dit haakt ook op een bepaalde manier in op waar je nu mee bezig bent met je onderzoek. Inderdaad, dat je ook eigenlijk probeert toch in kaart te brengen hoe een bepaalde omslag kan plaatsvinden. Nou is dit natuurlijk niet een verschuiving van de ene hominine naar de andere, maar heeft dit te maken met een technologische omslag. Je probeert natuurlijk op een bepaalde manier, je zegt net inderdaad van ja, het klimaat verandert wel, dus mogelijk ligt dat eraan ten grondslag, of heeft dat in ieder geval invloed op het uitsterven van. Maar ook hier lijkt het eigenlijk niet eenvoudig te zeggen, oké, wat zijn inderdaad de invloeden? Komen we gewoon met heel veel en zijn die Neandertalers met heel weinig, zoals vroeger die Homo habilis met heel weinig waren ten opzichte van die notenkrakers? Of heeft het niks te maken met groepsgrootte? Hebben ze helemaal geen... Want ik heb nog wel eens bij... Toen ik zelf archeologie studeerde, had je dan ook heftige discussies in de college. Want mensen natuurlijk meteen zeiden, ja, die moderne anatomische mensen, die dat waren natuurlijk zulke verschrikkelijke killer apes. Want dat zijn we vandaag dan nog steeds. En de Neandertalers, dat waren dan een soort hippies. Ja, ik geloof dat... Van de letteren. Ik geloof dat Harari in zijn boek Sapiens ook zoiets zegt. Dat boek overigens vind ik een enorm... Of in ieder geval het hoofdstuk over Neandertalers. Dat moet je niet lezen. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Maar dat is een pet peeve van mij. Dat zo'n slecht boek is. Wat vertelt hij in dat hoofdstuk? Ik weet niet welke woorden hij precies gebruikt. Maar hij gaat uit van een soort pleistocene genocide. En hij hangt ook nog vast aan
Hele oude modellen voor het ontstaan van modern menselijk gedrag in Afrika. He, dus waar ik nu juist mee bezig ben, waarbij hij een soort cognitieve revolutie, niet een soort, hij noemt het geloof ik letterlijk cognitieve revolutie, poneert. Waarbij in één klap dat hele boodschappenlijstje van modern gedrag ontstaat in Afrika. Terwijl wij weten nu dat die gedragingen vrij geleidelijk ontstaan. He, dat bijvoorbeeld het exploiteren van marine bronnen, dat zien we 160.000 jaar geleden al. Maar veranderingen in werktuiggebruik in mijn site, die komen pas 40.000, 50.000 jaar geleden. En zo zijn er meer van die indicatoren. Dus die dus helemaal niet samenlopen. Waar je niet op een revolutionair moment kan hopen. Ja, en dus in het verhaal van Harari is dan, he, na die revolutie, dan zijn we klaar om de wereld te veroveren. Hè? Dan zijn we duidelijk superieur aan. Maar ondertussen weten we dat moderne mensen misschien eerder dan we al dachten buiten Afrika zich hebben begeven. En als je de kaart naar het noorden houdt, rechts afsloegen. Hè? En al vrij vroeg in China aankomen. 80.000 jaar geleden, waar die Harari zijn cognitieve revolutie 70.000 jaar geleden dateert. Dus dat gaat al iets mis. Ja. En dat de moderne mens vooral pas laat in Europa aankomt. Misschien omdat daar gewoon nog Neandertalers leven op bijvoorbeeld. Ja. En omdat een genocide helemaal niet. Dat is een scenario, maar klinkt natuurlijk ook tegelijkertijd wel weer vrij heftig. En vrij georganiseerd ook. Ja. Terwijl je juist eigenlijk precies naar zo'n model te moeten. Waar misschien die organisatie. Ja. Dat wil niet zeggen dat er niet nooit geweld is geweest. Tuurlijk. Tussen moderne mensen onderling. Tussen Neandertalers onderling. Of tussen die beiden. Maar ik denk niet dat een one size fits all verklaring is voor alle ontmoetingen. Nee, precies. En het is natuurlijk ook zo dat die Neandertaler toch ook wel wat van die. Wat dan vaak aan de mens wordt gekoppeld aan revolutionaire veranderingen of markers die dan die mens bijdragen, dat daar toch ook wel voorbeelden van zijn in het archeologisch bestand die meer tot de Neandertaler toe behoren. Ja, dat komt ook niet zo goed uit. Hè? We kennen nu bijvoorbeeld kralen. Hè? Dus kralen worden gezien als een marker van modern gedrag, omdat we ervan uitgaan dat je dan. Hè, dat doe je niet als ijdelheid, maar dan heb je waarschijnlijk in je hoofd een idee van hoe andere mensen jou zien. En dat probeer je te manipuleren. Een beetje net als onze kledingkeuze, of het nemen van een tatoeage, of het aandoen van een das of een jasje. Nou ja, dus met sieraden zou je dat ook kunnen doen. En toen vroege sieraden gevonden werden voor moderne mensen, of gemaakt door moderne mensen in bijvoorbeeld Plombos, 70.000 jaar oud. Toen was meteen het idee van, nou, dit is heel belangrijk. En dit geeft ook aan dat die mensen symbolisch gedrag hadden. En waarschijnlijk een volledig moderne taal. En allemaal dat soort dingen. Ja. Maar ondertussen zien we dat Neandertalers waarschijnlijk ook sieraden maakten. Er zijn in Kroatië klauwen van arenden gevonden. Die waarschijnlijk als hangers gedragen zijn. Er zijn in Italië en ik geloof ook Spanje zijn er botten van arenden gevonden met snijsporen die erop wijzen dat ze bepaalde veren waarschijnlijk eraf hebben gesneden. Ja. We denken om die veren als versiering te gebruiken. Er zijn van latere Neandertaler sites in Frankrijk zijn verschillende soorten kralen gevonden van schelpen en van dierentanden. Ja. Nou, dus ondertussen weten we. En oker zie je ook voorkomen in het archeologisch bestand, precies. Ja. Een van de vroegste voorkomens hier in Nederland, in de site Maastricht Belvedere, die vanuit Leiden is opgegraven door professor Wil Roebroeks. Ja. En daar is die oker, die lijkt ook gemengd te zijn in een soort vloeistof. Hè? Misschien om verf van te maken, misschien ook niet. Maar ook om een depect van te maken, maar mogelijk ook om verf van te maken. En dus met samenhangend dan met versiering. Dus ook daar zie je inderdaad het gevaar dat je gaat overinterpreteren. Ja. Dat natuurlijk sowieso. Ja. En dat je heel erg op zoek gaat naar, welke karakteristiek heeft die moderne mens? Die moeten we dan ook aantreffen in het archeologisch bestand. En dan moet je toch een soort ook een koppeling gaan maken tussen, cognitieve ontwikkeling. Dat moet zich dan zo uiten. Ja. En dan vind je iets, dan is dat bewijs dan voor die komst. En het probleem is dus dat veel van de aanwijzingen voor modern gedrag, die zijn niet volledig afwezig bij Neandertalers.
Bij een deel van die aanwijzingen is het wel zo dat de aanwijzingen meer voorkomen bij moderne menselijke sites. Dus we kennen ze eerder en meer intensief uit Afrika dan uit Europa. Maar het feit dat Neandertalers wel in staat waren om dat soort gedrag gewoon zelf te ontwikkelen, laat zien dat er niet een onherroepelijk evolutionair voordeel was voor moderne mensen. Of in ieder geval dat dat niet besloten lag in die elementen van die boodschappenlijsten aan modern gedrag die wij archeologen hanteren. Want je moet je ook maar afvragen of wij naar de juiste dingen kijken. Ja, precies. Of je daar niet inderdaad gewoon karakteristieken in neemt die wat later pas zijn bedacht. Ja, of het is zo symbolisch gedrag, dan in abstract of in kunst. Maar ook inderdaad samenleving, groepsgrootte van samenleving, is er al heel veel sociaal gedrag. We begonnen met de intro natuurlijk met je proefschrift waarin je aantoont dat die Neandertaler ook een formidabele jager was. En dus helemaal niet gewoon maar een aas eten die wat daar een beetje rondliep over die mammoetsteppen en af en toe is een karkas of zo. Want voor jager heb je natuurlijk ook samenwerking nodig. Heb je heel veel van dit soort karakteristieken die wij toch wel vaak graag verbinden aan die moderne mens nodig? Ja, en in de jaren 80 en 90 was het nog wel echt een invloedrijke hypothese dat Neandertalers vooral aaseters waren. Ja, dat speelt nu niet meer. We weten nu wel echt dat onzin is. En dus gaat het nu over meer subtiele verschillen. Dat Neandertalers misschien minder goed vooruit konden kijken en dus geen strikken konden zetten. Hè? Dus vallen waarbij je... Kleiner voor kleiner wild. Ja, voor kleiner wild. Hè? En als je konijnen wil exporteren, dan is dat niet handig als je daar met een speer achteraan gaat rennen. Maar als je valletjes of strikken kan zetten, dan kun je ze wel effectief exporteren. En uiteindelijk zijn er per hectare veel meer konijnen dan edelherten. Dus als je die biomassa kan opeten, dan heb je misschien een evolutionair voordeel. En dan zouden moderne mensen beter en meer konijnen eten dan Neandertalers. Maar nu zijn er dan weer sites uit Spanje bekend waarin eigenlijk die Neandertalers ook verdomd veel konijnen eten. Dus dat gaat dan ook weer niet op. Dan moet er weer wat nieuws. Ja, wordt elke keer naar zo'n scharniermoment gezocht. Ja, hoe subtiel ook, om te toch... En het ergste, dat begrijp ik, want je ziet natuurlijk inderdaad gewoon, oké, die Neandertaler verdwijnt, die moderne mens, die neemt diezelfde niche in beslag. Inderdaad, ja. En je hebt dan weer die competitieve niche modellen, dat je inderdaad, dus de ene werkt of heeft het schraapt het onderspit en de andere, of delft het onderspit en de andere die dus komt bovenop. Er is een heel leuk boek over geschreven door Raymond Corbeil, ook hier in Leiden werkzaam, The Metaphysics of Apes. En dat gaat in op de geschiedenis van onze pogingen om onszelf als uniek te handhaven. En die uniciteit die komt steeds onder vuur. Hè? Omdat we eerst dingen ontdekken over chimpansees. Die lijken toch wel verdomd veel op ons. Hè? In anatomie, maar ook in gedrag. En dan hebben ze cultuur en dan maken ze werktuigen en dan jagen ze. Maar ook die fossiele soorten. Eerst was het vrij makkelijk om die Neandertalers af te doen als... mislukt experiment. En ook een soort barbaren holbewoners, ja, inderdaad. Ja. Ja. En, dat, en nu is dat... Ja, nu veel van die... Veel van die, veel van die... Van die scheidslijnen, die vervagen steeds meer. En er zijn steeds meer aanwijzingen, hè, dat Neandertalers konijnen konden eten en dat ze kralen kunnen maken en dat ze... Nou, ga zo maar door. En dat is... Dat, deels gaat het ook, denk ik, om onze psyche. Hè? Omdat we, veel mensen in ieder geval, het een heel fijn idee vinden dat we heel anders zijn dan ja, die uniciteit van de mens is natuurlijk al, tenminste, en ook überhaupt het antwoord op de vraag wat is de mens, is natuurlijk altijd toch wel leidend geweest. Sterker nog, archeologie gaat natuurlijk ook over wat mensen nalaten in de bodem en wat we vervolgens kunnen opgraven. Het gaat natuurlijk niet om... We hebben geen chimpansee-archeologie nog. Ja, nu wel. Officieel bestudeert archeologie materiële cultuur. Ja. En dat was alleen voor mensen. Maar er zijn sinds, geloof ik, 2005 zijn er opgravingen naar chimpansee... notenkraakvindplaatsen in het Afrikaanse regenwoud. En dan blijkt dat notenkraken ook al een grote tijdsdiepte heeft. Hè? Dat ze notenkraak aanbeelden van, ik geloof, 5000 jaar oud of zo hebben opgegraven. Dus je kan ook archeologie van chimpansees doen.
En er zijn meer dieren die werktuigen maken. De Caledonische kraaien. Ik vind dat wel leuk. Ja, maar ik denk dat de meeste van mijn collega's toch meer geïnteresseerd zijn in mensen. Ja, ja. En dan is die menselijke uniciteit dat je daarnaar op zoek gaat. Of dat daarnaar veel naar op zoek is gegaan. En misschien is dat ook wel aardig juist aan die moderne archeologie. Waarin die uniciteit deels wordt ondermijnd eigenlijk door wat men vindt. En men vervolgens moet gaan nadenken, oké, ja, als het dan niet in een unieke eigenschap is, wat is het, waar ligt het antwoord dan wel? Ja. Lijkt mij een ontzettend mooi einde van dit gesprek. Gerrit, ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. En ook de luisteraars thuis bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.